Die het zaakje proberen te veranderen. En ik heb letterlijk 2 weken geleden in de prinsen gezeten. En ik heb hier helemaal geen zin in, jongens. Ik ga gewoon vluchten, denk ik. Ja, ik ga gewoon vluchten. Ik heb hier helemaal geen zin in. Sodemieter. Oh, ze komen achter me aan. Halt, staan blijven. Wel onmiddellijk. Nee. Hey bewoners van de GameStad, super, super gaaf dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op dit kanaal. En knal even binnen 3, 2, 1 op dat blauwe lipje hoog. Dus doe dat zeker even nu binnen 3, 2, 1. Is het jou gelukt om binnen de 3 seconden te liken? Zet het dan even in de reacties. Dat zou ik super, super tof vinden. En vandaag zit ik hier in Greydale. In mijn Topia, in Minecraft. Zo, in mijn Topia, in Greydale, in mijn Minecraft, ja. En vandaag ben ik dus hier in mijn huis, voor de mensen die het nog niet wisten. En ik heb echt een tegenslag gehad. Ik heb namelijk, samen met Aad, hebben we een tijdje in de prison gezeten. Hebben we, wat hebben we nog meer gedaan, Aad? Oh ja, we zijn natuurlijk al onze dingetjes kwijtgeraakt. Onze wapens, onze alles, onze Sam the Survivor, onze gevangenen dus. En die zijn nu dus nu allemaal weg. En moeten wij dus nu weer proberen op te zoeken. Dus ik dacht, laten wij gewoon Sam the Survivor nu in deze video ontvoeren. Hoe leuk is dit? Want ik dacht, Sam the Survivor is gewoon ontsnapt en hij heeft mij eens een keer uitgelachen thuis toen dat ik in de prison zat. Dus nu dacht ik, weet je wat, we gaan hem gewoon terugpakken. Een weekje terug of zo, 2 weken terug zat ik in de gevangenis, maar een week terug heb ik dus mijn wapens terug kunnen krijgen. Hier een wapen en ik heb hier nog een wapen en ik heb hier nog een bivakmuts. Oh, die heb ik ook nog in mijn inventory, dus die gebruiken we gewoon. Ik heb geen kogels, maar dat maakt niet uit. We gaan er gewoon uit dat hij gewoon meeloopt en anders moet, ja, dan, ja. Dan, nou, daar moeten we maar op hopen dan. In ieder geval, volg me natuurlijk nog even zeker op Instagram hier beneden. Volg me natuurlijk zeker gewoon nog even op mijn eigen YouTube kanaal. Daar doe ik ook Mytopia en Minecraft en dat allemaal leuke dingetjes. En ik zie agenten hiervoor. Serial error. Ja? Maar de serial gamer dus. Linkjes in de beschrijving. En abonneer op een GameStad. Maar waarom staan die agenten voor mijn neur? Want ik heb letterlijk 2 weken terug heb ik in de prison gezeten. Dus ze kunnen me niet aanhouden. Als de agenten voor mijn deur zaten, hoe ze nu ook zaten, terwijl dat ik in de gevangenis nog moest komen, dan was ik echt gaan stressen. Maar nu niet, want ik ben hier gewoon, ik heb niet eens wat verkeerds gedaan, dus wat proberen ze nou te doen? Zou u even mee willen naar het bureau? Wacht, waarom? Waarom? Ik heb letterlijk 2 weken terug in de prison gezeten. Ik heb letterlijk 2 weken terug in de prison gezeten en heb ik letterlijk mijn straf uitgezeten. Nou, dat niet. Maar ik heb me uit het politiesysteem gehaald. Dus ze weten niet dat ik ben gevlucht. Dus dat is fijn. Maar goed, dit kan niet. Want hun dit is echt een vieze prank waarschijnlijk. Dus daar willen wij het even over hebben. U loopt gewoon normaal mee, toch? Ja, prima. Maar eigenlijk wil ik dit soort ongein niet. Ik heb namelijk gewoon mijn straf uitgezeten. Ik heb gewoon mijn straf uitgezeten en deze agenten gaan weer voor me staan. Terwijl dat ik letterlijk, wat toevallig ook, ik wou letterlijk, ik heb een pistool op zak. Nou, als u dat zo weet, kunt u toch gewoon mee. Oké. Ik ga heel even snel mijn illegale dingetjes inleggen. Want dat gaat anders niet goed komen. Maar goed, ik wou letterlijk Sam nu gaan oppakken. Want Sam was zo net online. Ook nu niet meer. Hij was zo net in Greydale. Maar is hij denk ik naar Downtown gegaan. Maar ja, dat gaat er nu niet meer worden. Niks raars, mag ik hopen? Nee. Gewoon voedsel. Ik heb gewoon voedsel. Gewoon voedsel in de kist gedaan. Oké, nou ja, zal wel. Volgt het piradaantje naar het bureau. Ik zweer, zij zijn zo corrupt als de pest, jongen. Dit is zo irritant, want letterlijk als ik een video maak en als ik online ben. Ik ben de laatste tijd alleen online vaak met video's en anders zit ik stiekem in Vanish. Want er zijn zoveel corrupte agenten, net als hun, die het zaakje proberen te veranderen. En ik heb letterlijk 2 weken geleden in de prison gezeten. En ik heb hier helemaal geen zin in, jongens. Ik ga gewoon vluchten, denk ik. Ja, ik ga gewoon vluchten. Ik heb hier helemaal geen zin in. Sodemieter. Oh, ze komen achter me aan. Halt, staan blijven. Wel onmiddellijk. Nee, nee. Ik ben hier echt klaar mee, hè. Ik ben hier echt, ik ben hier zo klaar mee. Want ik ben letterlijk 3 weken geleden ben ik al in de prison. Heb ik al in de prison gezeten? Oké. We gaan de andere kant op. Kan ook. Hey, het is even net wat jij wilt. Zo, even over een hekje heen. De vorige keer hebben we ook kunnen ontsnappen. Dus laten we nu gewoon ook ontsnappen. Kijk. Kijk. Ze houden maar niet eens bij, joh. Wat is dit ook voor video geworden ineens? Ik was gewoon. Oh, ze komen wel dichtbij, of niet? Oké. Ik wou letterlijk Sam gaan opzoeken. En nu ineens komen die aan de rotdag. Oké, laten we nu even serieus bezig. Wat ben ik ook echt. Een zuurtje, jongen. Waarom ga ik vluchten terwijl er niks aan de hand is? Nu lijkt het zo verdacht. Snel, rennen!
Oh nee, 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 hij wil me taseren, hij wil me taseren. Hij wil me taseren, hij wil me taseren, hij wil me taseren. Of niet? Oh, hij komt achter me aan met de taser. Als ik ben getaserd, ben ik echt geklost, jongen. Nee, maar ik heb hier helemaal geen zin in om dit gesprekje aan te gaan. En ik ben getaserd. Nou, ik heb hier helemaal ik loop wel mee. Ik loop wel mee. Heb hier helemaal geen zin in. Ik wou een andere video maken. Ik wou een video maken dat ik Sam ging... Vol groentepanda, s'il vous plaît. Dat is volgens mij s'il vous plaît, toch? SVP, denk ik. Gok ik. U maakt het wel heel verdacht. Ja, jullie maken het wel heel verdacht. Dat ik weer na 2 weken word opgepakt. Of opgepakt, als op verhoor wordt geroepen. Terwijl dat ik helemaal niks heb gedaan. Ik heb letterlijk niks gedaan binnen de tijd. En ik word nu alweer meegenomen door de politie naar een Gredel, naar het politiebureau. En daar ga ik met ze spreken, blijkbaar. Ik ben er zo zat mee, hè. Ik ben er zo zat van... Ik wil letterlijk nu iets anders doen, maar hun houden me weer aan. Ik vind het zo zuur. Maar goed, het moet maar weer, hè. Het moet maar weer. Nou, ik ben straks toch onschuldig, dus dan kunnen we toch iets anders doen. Nou, daar zijn we, het politiebureau. Ik ben er echt... Oh, ik ben hier zo zat van, hè. Oh mijn god. Ik ben ook moe. Ik wil gewoon Sam pakken. Nou, daar gaan we. Daar gaan we. We gaan weer terug, denk ik, of zo. Nou, misschien het bureau dicht doen met zijn zware criminelen. Wat? Misschien het bureau dicht doen? Met een zware crimineel het zekere voor het onzekere. Wat? Ja, ben je gek? Ben je gek? Hoezo? Ik... ik ga hier even voor zitten, hoor, jongens. Want dit gaat nog even duren. Oh, nee, jongen. Ik wil het helemaal niet doen. Hallo. U bent net aangehouden. Aangehouden. Ja? Wegens een verdenking van medeplichtigheid. Waaraan? Hoezo wegens verdenking van medeplichtigheid? Waaraan? WBV? WBV? Leeft die nog? Of... Huh? Pirodaantje niet te veel zeggen. Oh, huh? Pirodaantje mag niet te veel zeggen? Sorry, sorry, sorry. Maar wat proberen jullie te bereiken? Ik ben letterlijk... Spellingcorrectie, jemig. Ik ben letterlijk in net uit de prison. Ik ben letterlijk net uit de prison. Wat proberen jullie? Even serieus. Wij stellen hier de vragen niet. Ja, haha. Oké, oké, oké. Krijg ik ook nog... krijg ik ook nog de cautie? Krijg ik ook nog de cautie of niet? Beetje te laat, hè? Of niet? Nee, oké. Ze hebben me nog niet vragen gesteld. Nee, vooruit. Nou, geef hem dan maar nu. Geef de cautie maar. U hoeft geen antwoord te geven op mijn vraag. Ah, goed zo. Je weet wat de cautie betekent. Ah, goed zo. Begrepen. Is begrepen. Ook nog recht op iets? Heb ik ook nog recht op iets of zo? Of is dit het? Krijg ik ook nog recht op iets of zo? Terwijl dat ik hier letterlijk voor Jan lul eigenlijk zit. Want ik zit hier eigenlijk voor niks. Want ik bedoel, ik word als verdachte gezien. Met WBV? WBV? WBV, u kent hem wel. Even terugzien. Wegens een verdenking van medeplichtigheid. Oftewel, ik word verdacht van samenwerken met WBV. Ik heb helemaal niet samengewerkt met WBV. Maar goed. U hebt zeker nog recht op consultatie en verhoorbijstand. Ah, goed zo. Maar daar gaat het gesprek nu niet om. Wat weet u over WBV en over de samenwerkingen? Heb ik een samenwerking volgens jullie gehad? Dat zeg ik niet. Weet u iets hierover? Of vergelijkbare situaties? Nee, ik mag die WBV niet. Ik... haat hem zelfs. Hij was vroeger een vriend, maar later in de city vorig jaar heeft hij mij proberen te vermoorden. Dus ik ben helemaal niet mee de ple. Allemaal smoesjes? Wat smoesjes? Dit zijn helemaal geen smoesjes. Dit is letterlijk de waarheid wat ik nu vertel. Ik ken die hele WBV niet. Ik weet die hele WBV niet. Jullie wel, kijkers. Als jullie iets weten over WBV, zet dat even in de reacties. Want
Ik heb er echt nooit meer wat over gehoord, over WBV. WBV is voor mij echt een vraagteken. Ik dacht dat het er niet meer was. En waarom word ik ineens verdacht van een WBV? Dit zijn sowieso weer corrupte agenten. Ik zei het toch, ik moet sowieso weer wat doen aan die corrupte agent in Greydale. Alleen, smoesjes frappant, ons bewijs zegt iets anders. Ik zou maar eens de waarheid vertellen. Wij hebben laatst een grote aanhouding gedaan in Sunnyville. En WBV is aangehouden. Is WBV aangehouden? Of zoiets? Of zoiets? Of iemand in het team van WBV of zo? Daarin is hij aangehouden en heeft hij een het andere gezegd. Of althans zijn team. Hoezo zou WBV mij... misschien heeft WBV wel iets gezegd tegen deze agenten. Van ja, Kevin heeft met hem samengewerkt en dit en dat en net. Terwijl dat het helemaal niet waar is. En nu word ik aangehouden omdat hij dat wou. Omdat WBV dat wou. Nou goed, ik heb hier niks mee te maken. Ik ken die hele WBV niet meer. Pirodaantje mond dicht. Oh, huh? Serieus? Wat? Wat gebeurt hier, Wat gebeurt hier? Klaar. U zit nu in voorarrest. Wat? Hoezo kom ik in voorarrest? Nou, prima. Waarom alweer? Ik ben net uit de prison. Ik heb helemaal niks misgedaan, jongens. Wat de heck, Wat de heck? U mag mij volgen. Nou prima. Echt top. Oh, de andere kant. Oh mijn god, dit is zo dikke bullshit. Jongens, kijk eens. Weten jullie wat over WBV? Ik ken die hele WBV niet meer. Ik heb er echt een jaar niks meer over van gehoord. En ineens komen er drie agenten naar je toe. En die vertellen dat je wordt aangehouden omdat je medeplichtig bent. Of je werkt samen zogenaamd met WBV. Terwijl ik die hele naam een jaar niet meer heb gehoord. Wat is dit, jongens? Terwijl ik wel gewoon Sam the Survivor wou aanpakken. Springen tegen de muur. Ja, dat doe ik nu wel. Ik heb echt geluk dat ik die wapens en bivak met in de kist heb neergelegd. Maar ik reageer nu ook een beetje... Ja, ik weet niet hoe ik hier moet op reageren. Want het is heel apart. Nou ja, zal wel. Wat? Niks bij, jongens. Nee. Zei ik toch. Ik ben net uit prison. Uit de gevangenis. Ben je gek? Ik ben alles kwijtgeraakt. Tenminste, dat zeg ik wel. Maar ik heb natuurlijk gewoon mijn pistolen. Ik heb alleen geen ammo. Dat moet ik alleen hebben. Niet grappig doen. En dan pak je zijn pistool. Haha. Kijk eens wie grappig is. Nou goed, ik spreek jullie wel. Wanneer ik eruit kan als ik onschuldig ben. Nou, liever niet. Prima. Met eruit bedoelt u richting prison, toch? Haha. Nou, doei. Ik ga gewoon weg. Ik ben er zo klaar mee, hè. Ik ben er zo klaar met die rot corrupte agenten hier in Credo. En die gaan wij dus aanpakken. Hopelijk. En WBV? Wat is er met WBV? Even serieus. Maar goed, in ieder geval, kijkers. Ik denk dat we dan toch op het positieve moeten over nadenken. Dat we gewoon vanavond na de opname er gewoon uit zijn. Gokken. Hoop ik. In ieder geval, knal even op het blauwe duimpje omhoog. Vergeet ik hem zeker niet te reageren hier beneden. Of jij bent gelukt om binnen die 3 seconden te liken. Vergeet ik hem zeker niet te abonneren op een GameStat en op mijn kanaal, The Serial Gamer. Doe dat zeker even. Linkjes in de beschrijving. Iets van 60% op mijn kanaal is nog niet geabonneerd. En zoiets zou ook wel iets zijn van een GameStat. Dus abonneer gewoon. Zo krijgen we gewoon heel veel abonnees erbij. Gaat een GameStat richting 160k. En ik richting de 16k. Dat rijmt een beetje. Dat klinkt een beetje op elkaar. 160k en 16k. En dan gaan we daar gewoon voor. Jongens, knal even op het blauwe duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Hopelijk uit de cel. En anders moeten we even ontsnappen. Ik ben hier zo klaar mee, hè? Ik ben hier zo klaar mee met die rot corrupte agent. Maar goed, ik zie jullie later.